Vrijwel iedere voetbalclub heeft een aantal bijzondere supporters. AZ is daarop geen uitzondering. Ik heet Jozef Vermanen. Ik ben AZ-supporter vanaf al 1963. Vroeger woonde ik in Hulversum. En in de jaren 60 ben ik in Alkmaar terechtgekomen. Dat is wie supporter van AZ. Jozef heeft de afgelopen jaren de uitwedstrijden van AZ in binnen- en buitenland per fiets bezocht. Zondag ging hij voor de laatste keer op weg naar Rotterdam voor de finale van de KNVB-beker. Ik ben toen begonnen 20 augustus 1997 naar Emmen op een woensdag. Allee Jezus, waarom? Dat was even te laat in het stadion. Want ik had die afstand een beetje onderschat een beetje. Ging ik altijd heen met de fiets en terug in die fiets altijd in de supporterbus. Anneke Vronki en Werner Bremen, alleen erheen. Naar Polen waren we met z'n tweeën, die man is net overleden, Piet Zonneveld. En de Arsenal, nou, daar kom ik nooit meer met de fiets. Wel mooi, maar alles links. En die vrouw was me aan de rechterkant voorbij, daar luxe auto's. Ik zat te trillen op die fiets, hoor. Ik zei, rij me dood hè, in Engeland. En er staat een bordje 62. Ik denk, dat kan niet zo ver dan die fiets, maar dat waren mijlen. Dus dan moest ik nog 100 kilometer fietsen. Ik vind het mooi dat ik fiets bijna elke dag. Met een mannetje, 4, 5 jaar zwager van me en een paar goede vrienden van me. Maar die gaan daar niet meer mee. Die vinden het maar niks. Dat is te ver allemaal. En ik heb er geen erg in. Ik stap op de fiets, ik zet mijn gedachten op nul. Een kilometer tellen wil ik ook niet op mijn fiets hebben. Want als ik 100 kilometer fietsen moet. En ik kijk iedere keer naar die tellen. En je het wind van voren, dan kom je nooit aan het einde, zeg maar. Maar ik ken het niet later zelf. En nu heb ik mevrouw beloofd, en die stiefels allemaal, morgen is de laatste dag. Dan ga ik ermee stoppen met die uitwedstrijden van AZ. Dat heb ik al vaker gezegd, maar nu is het echt afgelopen.